Goedendag, lezers van Medemblik Actueel. Welkom bij weer de 15e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En ik sta niet helemaal op dezelfde plaats als waar ik normaal had het staan. Dat heeft een praktische reden. De vloer ligt er namelijk in. De dekvloer. De vloervorm ligt erin en de dekvloer ligt erop. Er komt nog een coating maar goed. En dat gaat uiteraard ook in bijpassende stijl, dus Amsterdamse schoolstijl. Met zo'n mooie donkere lijn eromheen, zoals hier in de oude vloer ook al zat. Ook hier aan de andere kant ligt de vloer er helemaal in. Ook in de keuken en de toiletten. En dan gaan we zo meteen kijken wat er boven allemaal gebeurd is. Nou, dan nog even een blik naar de Bonifatiuskerk. Dat kan al deze week. Hier is de aanrichting met het achtergedeelte gemaakt. Nou, inmiddels zitten de spanten erin van het dak. Je kan zien waar de ramen komen. Dit is boven nummer 6. Alleen de voorgevel staat nog. En dan kan je zo op dit moment nog nummer 8 binnenlopen. In de grote zaal. Maar het meeste werk van deze week ging zitten in het voorbereiden van de liftschacht. Er moest een nieuwe verstevigde balk in. Dubbele balk. Helemaal tot in de muur. En dat had aardig wat voeten in aarde. En dan wordt binnenkort hier de lift geplaatst. Ik sta inmiddels op het hoogste stukje. Ik wil jullie natuurlijk het uitzicht niet ontnemen. Fantastisch mooi uitzicht hier overigens, Medemblik Nieuwstraat, Stadsdeel Oost, Essenmeer en het stadhuis. En dan het nieuwe dak wat erop ligt. Inmiddels is ook al een begin gemaakt van de herstelwerkzaamheden aan de gevel. Er zit hier een nieuwe laag op. Dat is wel behoorlijk aangetast. En, daar komt straks dus de aansluiting met het dak. Het ligt allemaal al klaar.